Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 geen pijn is, 1 een heel klein beetje en 10 de ergste pijn die je kan hebben. Waar zit je met je botpijn? 10 plus. Ja. Heel erg pijn. Ja. Gaan wetenschappers al onze ziektes onschadelijk maken? De Universiteit van Nederland presenteert internist professor Dr. Marcel Levy. Je kunt geen krant openslaan of je leest wel over genetica, techniek, fysica, biologie. Eigenlijk beginnen we alles wel te snappen. Het hele menselijke DNA is ontcijferd. Kunnen we nou elke ziekte snappen? En niet alleen snappen, leidt dat dan altijd onmiddellijk tot betere therapie? Is eigenlijk over een tijdje alles te genezen? Dat zou best wel eens kunnen, maar zover zijn we nog niet helemaal. Soms weten we tot op de minimolecuul precies wat er mis is met iemand. En al best wel heel lang. Maar leidt dat dan toch nog altijd tot best wel teleurstellende therapie? Nog, misschien dat de toekomst beter wordt. Ik heb meegenomen mevrouw Zandgrond. Hartelijk welkom. Wij kennen elkaar al heel lang. Ja, inderdaad. En ik vind het heel leuk dat je hier wilt zijn om iets te vertellen van je ziekte. Want het is een ziekte die misschien voor een heleboel mensen in Nederland wel niet zo heel erg bekend is. Maar in de wereld komt die ongelooflijk veel voor. Klopt. Ja. Wat is die ziekte? Sickle-cell-anemie. Dat komt ongelooflijk veel voor in bepaalde landen, bij bepaalde mensen. Nou, om maar het heel duidelijk te maken, vooral bij mensen met een donkere huidskleur. Klopt. Dus in Afrika of mensen van Afrikaanse afkomst. En in Nederland zijn het bijvoorbeeld heel vaak Surinaamse mensen. Is sikkelcelziekte best een veel voorkomende ziekte. Nou willen we natuurlijk best wel graag van je horen waar je dan last van hebt als je sikkelcelziekte hebt. De voornaamste klacht die ik heb, dat is echt botpijnen. Ja? Ja, op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 geen pijn is, 1 een heel klein beetje en 10 de ergste pijn die je kan hebben. Waar zit je met je botpijn? 10 plus. Ja. Heel erg pijn. Ja. Oké, okay. Dus dat is heel vervelend. Ja. En hoe vaak heb je dat dan? Het verschilt. Het kan in een jaar 6 keer voorkomen dat ik zo'n aanval heb. Maar het kan ook zijn dat ik 1 keer in de 2 jaar zo'n aanval heb. Dus sikkelcelziekte is een ziekte die gepaard gaat met aanvallen van hele heftige pijnen, vooral botpijnen. Klopt. Waar zitten die? Kan je dat nog aangeven? Dat is verschillend. Dat kan in mijn armen zijn, mijn rug, borstbeen. Dat vind ik het pijnlijkst. Overal eigenlijk waar. Oké. Okay. Is dat het enige probleem bij sikkelcelanemie, die aanvallen van pijnen? Nee. Ik herinner me iets van heupen. Klopt, ja. Ik heb door deze ziekte last van bordnecrose. En daardoor heb ik nu ook een kunstheup. Dus die sikkelcelziekte die geeft niet alleen pijn, maar die zorgt ook dat de botten afsterven. En dat heeft bij jou zelfs geleid aan grote heupproblemen en dat je zelfs een heupoperatie hebt moeten ondergaan. Klopt. Ja, en ik heb heel onbeleefd. Ik heb helemaal niet gevraagd hoe oud je bent. Hoe oud was je toen je een heupoperatie moest ondergaan? 19. Dus dat is wel heel erg jong voor een kunstheup. Klopt. Hè? Ja. Nou zijn die heupen tegenwoordig wel best goed, dus die gaan heel erg lang mee. Ja. Maar het is toch niet iets om gering over te denken. Oké. Okay. Nou ja, sikkelcelziekte is een ziekte, zoals ik al zei, die best veel voorkomt in de wereld. Het is een erfelijke ziekte die bij mensen met een donkere huidskleur veel voorkomt. Je moet zich voorstelling maken, sikkelcelziekte is een ziekte van het DNA en leidt uiteindelijk tot een probleem in je rode bloedcellen. We hadden het net over witte bloedcellen. Dit zijn rode bloedcellen. Rode bloedcellen, dat zijn de cellen die je in je bloed hebt, wel 25 biljoen. Dus dat zijn er best wel heel veel. En die zijn verantwoordelijk voor het zuurstoftransport. Dus als je lucht inademt in de long, dan wordt het overgedragen aan de rode bloedcel. Die circuleert door het bloed en overal in je lichaam komt dan het zuurstof terecht. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de afvoer van het koolzuur. Dus dat zijn hele belangrijke cellen. Hier ziet u zo'n rode bloedcel. Dit is er 1, maar je hebt er dus inderdaad 25 biljoen. Dus dat zijn er best wel heel veel. Ze zijn gelukkig ook heel klein. En u ziet hier is een beetje rond. Er zit een klein deukje in en wat u even van mij aan moet nemen, ze zijn heel erg elastisch. En dan een sikkelcel. Die sikkelcel ziet er heel anders uit.
Dus dat is een cel die heeft ook de vorm van een sikkel, vandaar de naam sikkelcelziekte. Geneeskunde is echt niet heel erg ingewikkeld soms. En waarom is dat een probleem? Nou, dat is een probleem omdat u zich moet voorstellen dat die mooie, ronde, rode bloedcellen zelfs door de kleinste bloedvaatjes in het lichaam zich een weg kunnen vinden. Maar die sikkelcellen, die ook een stuk minder elastisch zijn, maar heel rigide, heel stevig zijn en dus ook een afwijkende vorm hebben, die lopen vast in kleine bloedvaatjes. En waar zitten kleine bloedvaatjes? Nou, vooral in je botten. Dus wat gebeurt er als een sikkelcelpatiënt zo'n botcrisis heeft? Dan is er ergens in het bot is er een file ontstaan van rode bloedcellen die vast zijn gelopen, van sikkelcellen die vast zijn gelopen. En dat leidt ertoe dat dus het stukje achter het afgesloten stuk niet van zuurstof wordt voorzien. Daar ontstaat een infarct, een stukje weefsel wat geen zuurstof heeft en daardoor doodgaat. En dat is in de botten extreem pijnlijk. Rode bloedcellen bevinden zich ook heel erg veel in de milt. Dus daar kan ook stagnatie en poeling van rode bloedcellen ontstaan. En dat is dan ook de reden dat bij veel sikkelcelpatiënten dan maar beter de milt kan worden verwijderd. En rode bloedcellen, die zijn ook heel erg belangrijk. Eigenlijk voor alle organen. Dus eigenlijk is sikkelcelziekte wel een ziekte die in alle organen problemen kan geven. Waarom heeft een patiënt met sikkelcelziekte nou zo'n sikkelrode bloedcel in plaats van een normale rode bloedcel? Het belangrijkste eiwit in de rode bloedcellen is hemoglobine. Van Zandgrond noemde net al HB, dat is de afkorting van hemoglobine. Dat is eigenlijk het eiwit wat verantwoordelijk is voor het transport van zuurstof in de rode bloedcellen. En wat is het probleem met mensen met sikkelcelanemie? Die hebben op één heel klein stukje van hun DNA, wat codeert voor het hemoglobine, één foutje. Het is werkelijk één molecuul wat mis is. Die krijgen daardoor een verkeerd hemoglobine en dat leidt dan tot een sikkelcelvormige cel. Dat weten we al heel erg lang. Sikkelcelziekte is natuurlijk een ziekte die al tientallen jaren bestaat. Al 100 jaar geleden was duidelijk, toen mensen door de microscoop gingen kijken, dat mensen die een klinisch beeld hadden, wat past bij sikkelcelziekte, afwijkende rode bloedcellen hadden. Sikkelcelvormige rode bloedcellen. En ongeveer 50 jaar geleden was duidelijk dat dat kwam doordat ze een afwijkend hemoglobine hadden. En niet heel lang daarna, toen DNA werd ontdekt, we praten over zo'n dikke 30 jaar geleden, was al duidelijk wat er precies mis was in het DNA. Dat is bij elke sikkelcelpatiënt, bij al die honderdduizenden, misschien wel miljoenen sikkelcelpatiënten over de wereld, is dat hetzelfde kleine foutje. Bij iedereen hetzelfde. Dus het is eigenlijk een ziekte die we heel erg goed snappen. Nou zult u denken, als je zoveel weet van zo'n vervelende ziekte, dan is het een kwestie van even knutselen in het laboratorium. En na een tijdje moet daar toch een goede therapie voor te verzinnen zijn. Dat is helaas niet het geval. Ik ga weer eventjes terug naar mevrouw Zandgrond. Want dan heb je zo'n crisis, hè? Zo'n pijnlijke aanval die zo heel heftig is. Ja. En wat is dan de behandeling? Pijnmedicatie. Vocht. Vocht. Wat bedoel je met vocht? Ik krijg dan, ik moet dan 4 liter per dag drinken, zodat mijn bloed goed doorstroomt. Oké, dus je moet 4 liter per dag drinken. Ja, alleen lukt dat dan niet, want dan heb ik zoveel pijn, dus dan krijg ik een infuus. Dus je gaat naar een infuus en dan zit je dus alvast aan het ziekenhuis. Klopt, ja. Dus je beschrijft ons eigenlijk in een nutshell, ja, de hoeksteen van de behandeling van een sikkelcelcrisis. En dat is dan vocht, drinken of infuus, ja. En meestal alle twee. En pijnstilling, paracetamolletje? Nee, dat helpt niet. Nee? Nee. Wat voor pijnstilling krijg je dan? Morfine of betadine. Dus het is zo erg dat je morfine of morfineachtige medicijnen moet gebruiken. Ja. Oké, dus dit is dan een ziekte waarvan we weten hoe die komt, waarvan we weten wat de biologische achtergrond is, waarvan we weten wat de genetische achtergrond is. Het gaat maar om één micromolecuul en 30 jaar later behandelen we de patiënt met water en morfine. Dat is toch wel een beetje teleurstellend resultaat van die moderne geneeskunde. Zijn er nog andere dingen? Wat zou jij nou verzinnen als jij een therapie moest verzinnen voor sikkelcelziekte? Ja, ik vond het wel een pil waardoor ik geen pijn heb. Ja, ik weet het niet. We hebben wel een trucje verzonnen bij jou, hè? Want je had best wel heel veel aanvallen. Klopt. En toen hebben we een trucje uitgehaald. En dat is eigenlijk best wel een... Ja,
ook niet echt rocket science, maar het werkt wel. Ja. Want wat zijn we gaan doen? Ik krijg nu om de 3 weken bloedtransfusie. Nou ja, eigenlijk heet het wisseltransfusie, omdat ik eerst bloed afsta. Nou ja, wordt weggegooid. En dan krijg ik weer wat bloed terug. Ja, dus wat we doen, we nemen een 0,5 liter bloed af. Dat is meestal wel voor de meeste mensen goed te verdragen. Dat is dus bloed waar heel veel van die sikkelcellen in zitten. Daar hebben we inderdaad niet zo'n enorme bestemming voor, dus dat gooien we weg. Weggooien. En dan geven we je weer een hoeveelheid bloed terug wat komt van een donor, een gezonde donor. Klopt. En die heeft geen sikkelcelziekte, dus dan krijg je telkens daar weer wat gewone gezonde cellen voor terug. Ja. En helpt dat? Heb je dan minder vaak aanvallen? Ja, minder vaak aanvallen. Het helpt. Oké. Ja, het is niet meer zo frequent als toen ik wat jonger was. Nu. Want hoe lang doen we het nu? 2000. Nou, dat kan jij me wel vertellen, want hoe oud is je dochter? Ja, 15 nu. Ja, dus ik denk dat we het al tegen de 15 jaar doen. Oké. Ja, u ziet dus dat, dat de hele tijd bloedgever zegt, nou, dat is toch ook een oplossing. Dat is, gelukkig werkt het in dit geval heel goed, maar dat kan ook weer problemen met zich meebrengen. Maar in dit geval valt dat gelukkig heel erg mee, dus soms heb je met alle pech die je hebt ook geluk. Maar eigenlijk is het toch best wel een beetje teleurstellend dat voor een ziekte die je zo goed begrijpt, dat je daar eigenlijk nog geen specifieke therapie voor hebt. En dat is natuurlijk wel waar iedereen naar toe op zoek is, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Nou, mevrouw Zandgrond, echt supergoed dat je het verhaal hier hebt willen vertellen. En ook heel goed hebt verteld en ook heel duidelijk hebt verteld. Ja, u ziet, soms lukt het om verbetering in de geneeskunde heel snel door te kunnen voeren. Om nieuwe inzichten die we hebben te vertalen naar betere therapie, nieuwe therapeutische mogelijkheden. Soms doet het er ook verdraaid weinig toe uiteindelijk wat de dokter allemaal doet. En komt het succes eigenlijk van hele andere hoeken. Maar dat ga ik u zo vertellen.